Okay, pick up rubber and bring it home. Leuk is dat, hè? Mensen, voordat deze Formule 1 video begint, wil ik jullie nog even mededelen dat FIFA 22 natuurlijk bijna uit is. Heb je nog niet gepreorderd? Ga dan nu naar GameKoning.nl en je hebt nog gewoon 1 oktober thuis de fysieke versie. Je kunt natuurlijk ook de Ultimate Edition kopen, dan moet je even 100 euro te goed halen op Ikkel te goed. En hem gewoon in de PlayStation Store halen, bam! Dan heb je hem dus de 27ste al. Mensen, ik zit dus van de week op Instagram en ik kom dit ineens tegen. Jacques Chirac. Kom binnen, met je bitch, en je shorty komt schudden tot mijn dick, Dan moeten jullie eerlijk met me zijn, hè? Is dit nou echt zo onnozel als ik denk dat het is? Of word ik gewoon echt oud en snap ik niet meer wat normaal is in de jeugd van tegenwoordig? En krijgen we dit hele seizoen van dit soort filmpjes te zien op onze tijdlijnen? Kom binnen, met je bitch, en je shorty komt schudden tot mijn dick. Niks tegen dit meisje natuurlijk, zij kan hier waarschijnlijk ook niks aan doen. Bij elke nieuwe sporthype in Nederland, dan komt er inderdaad gewoon nieuwe mensen bij. Dit hadden we 2 jaar geleden bijvoorbeeld. Het was buiten tijd. Schitterend hoe wij, waaronder ook ik, als complete oe-mensen ons territorium gaan aflopen baken als het hier om aankomt. Maar ja, ik zie niet hoe het filmen van je benen relevant is in een Formule 1 filmpje, maar... Domme chick! Goed, we rijden deze keer weer een nieuwe Grand Prix en deze keer wordt die gereden in... Heet dat in Canada? In Canada, ja. Canada. Dit is een leuke meme. Canada. Hebben ze goed kunstgras? Vraag me... Nee, niet nog een keer dit. Hey, ik besef het nu pas. Hier had die Hamilton ook al zoveel geluk met de FIA. Man, hou toch op, zeg. Goed, dit weekend in Canada gaat er één ding wel een grote rol spelen, is mijn verwachting. En dat is het weer. Je ziet hier de weersverwachting. Zowel in kwalificatie als in de race heeft het een kans, een goede kans op regen. Maar met dat zonnetje erbij kan het ook vaak nog wel droog blijven. Dus een beetje, het spant er een beetje om, dus dat gaat spannend worden. Maar als we in de praktijk gaan kijken hier in Q1, zie je dat het nog helemaal droog is. Het is een beetje heijig, het is een beetje grauw. Teletubbies, kom maar gauw. Ongelooflijk leuk grapje. Het enige nadeel is dat de hele training het keihard geregend had. En dus rij ik in run 1 in Q1. Voor het eerst op een nieuwe setup. Want ik ben geswitcht van een natte naar een droge setup. En ik rijd daadwerkelijk voor het eerst op slicks op deze baan, op deze game. Maar het voordeel is wel dat de omstandigheden natuurlijk verbeterd zijn. Ze zijn niet verslechterd. Dus ik merk juist dat ik toch wel wat betere grip heb. Ja, dat is inderdaad precies wat ik... Ja? Ja? Oké. Okay. Ik begin deze sessie met een veilig, foutloos banker lapje en ik rijd mezelf naar een voorlopige P12. En wat ik meestal doe in de laatste run in een kwalificatiesessie is dat ik wacht totdat de rest naar buiten gaat en ik dan met ze mee ga in de malaise, weet je wel, ergens halverwege. Maar deze keer in Canada in Q1 gaat niemand naar buiten. Bruh. Dat is echt heel grappig om te zien. Ben je daar nog dicht? Het weer is dan blijkbaar toch te slecht geworden en een verbetering zit er ten opzichte van zo'n droge run dan niet meer in. En het feit dat de AI dat weet, dat het geen zin meer heeft om naar buiten te gaan en het dan dus ook daadwerkelijk helemaal niet meer doet, vind ik toch wel vrij bijzonder. Ik vind het leuk dat de AI dat in kan schatten. Het feit is wel dat hier mannen als Vettel met een gap van 5,6 seconden, what the fuck, en ook Leclerc het gewoon niet hebben gehaald en dus zijn afgevallen in Q1. En dat kan later in deze kwalificatie en helemaal later in het weekend natuurlijk nog wel voordeel hebben voor de positie die ik kan gaan halen. Maar goed, wij moeten ons eerst focussen op Q2 en het gaat er nu echt om spannen of we bij die top 10 kunnen... Bruh. Besef mensen dat er tussen Q1 en Q2 7 minuten verschil zit. In 7 minuten kun je van een melancholische herfstdag waarbij je zoiets hebt van oh, we gaan niet meer naar buiten terwijl we 21ste staan, naar een prachtige stralende dag. Wat gebeurt hier? Waarom zijn ze niet meer naar buiten gegaan? Het was sowieso niet aan het regenen. Wat is hier nou weer misgegaan? Niemand heeft ook iets geprobeerd überhaupt, weet je wel. Wat slaat het nou op AI? Nou ja, laten we het erop houden dat het vast te maken heeft met het onvoorspelbare klimaat in dat land ten noorden van Amerika daar. In Canada. In Canada, ja. Goed, dan is het tijd voor Q2 en mijn eerste run in Q2 is maar een tiende sneller dan mijn run in Q1. Dus het brengt me maar een voorlopige 13e tijd. Maar jullie weten, dat kan zeker nog wel beter. En je ziet dat het verschil vooral gemaakt wordt in die laatste sector. Wat is dit toch altijd verschrikkelijk satisfying om te zien. En we vermorzelen onze eigen tijd in ieder geval. Maar is het goed genoeg voor een plaatsje in Q3? Het antwoord is ja! Vooral het outqualifyen van beide Alpines, die op papier natuurlijk nog net wat sterker zijn, is een mooie prestatie. Maar de vraag is natuurlijk, wat kunnen we dan in Q3? Nou, in ieder geval ons beste rondje van de dag neerzetten. Ik voel dat ik hier eigenlijk ging groeien naar een beetje decent rondetijden. En dan weet je, dan voel je die laatste run, je alles beslissende run in Q3. Dat gaat een hele...
Oh no. Ik krijg lekker die tiefe. Nou ja, wel gele vlag en niemand kan nog verbeteren. Hatsakadee, 8e positie. We mogen lekker starten als 8e hier in Canada. En door een gridstraf van Ricciardo, die terugvalt naar de 17e positie, mogen wij deze race als 7e aanvangen. En ik dacht, dit is Canada, je kunt best goed inhalen. Je hebt een korte pitstraat. Ik ga er gewoon bam, 2 stop. Continu op vers rubber. Dat gaat leuk worden vandaag. Vandaag zit Bas van Damme bij me om verslag te doen van de actie. Fijn dat je bij ons bent, Bas. Hoe vind je de baanomstandigheden van vandaag? Het oppervlak ziet er schoon genoeg uit. Ziet er schoon genoeg uit. Zo ging het een beetje bij onze eindcontrole in Casa do Huts. Toen ze zeiden van, maar jullie tuin is echt een tering zo. Zo kan je de huis er niet opleveren. En wij hadden zoiets van, ja. Het oppervlak ziet er schoon genoeg uit. Goed mensen, dan is het tijd voor de start van de grote prijs van Canada 2021. Die dit echt helaas niet is doorgegaan, maar hier in de game. Gelukkig wel. En we zijn weg. De lampen zijn uit. En de start van Norris leek initieel gezien net iets beter dan net iets slechter. Maar toch gaan we met ongeveer dezelfde snelheid richting bocht 1. Waar we samen zij aan zij doorheen gaan. Hij zit dan aan de binnenkant op de ideale racelijn. Aan de buitenkant kun je iets meer snelheid meenemen. Maar net niet genoeg om hem te passeren buitenom. En dan gaan we alsnog op diezelfde positie als 7e deze ronde in bocht 4. De chicane. Maar daar is Alonso. Wat doet die nou? Die probeert het daar gewoon met een of andere divebom of zo. Probeert het hier nog een keer. Je ziet de rode pijltje. Ze loeren. Maar uiteindelijk staan we nog steeds 7e na de eerste paar bochten in deze race. Wat deed Alonso er dan? Ik ben wel benieuwd vanaf zijn onboard. Je ziet dat ik aan de buitenkant zie. Hij heeft gewoon een veel betere exit en heeft meer snelheid richting bocht 4. Die chicane daar natuurlijk. En eigenlijk zit hij hier bijna naast me. Maar je zou zeggen, dat kan toch niet? Die philosophy zelf neemt hetzelfde pad als Vettel. Eigenlijk zou je er 5 seconden penalty voor moeten krijgen. En dan de eerste quick chicane op de circuit. Sorry hiervoor, dit is echt moeders op Facebook humor. Maar die Alonso is gek geworden joh. Hij geeft het hier uiteindelijk wel op, want hij wist hier binnendoor kan niet. Maar van een racer die Alonso, elk gaat, hij pakt hem gewoon. Maar dat was het eigenlijk wel qua actie voor de opening van deze race. Er gebeurt niet zoveel, iedereen rijdt een beetje achter elkaar die eerste 6 rondes. Totdat we daar inderdaad, we wisten dat het nog zou kunnen gaan gebeuren. De eerste druppels op het scherm aan het vallen zijn. Regen, de verwachte regen gaat nu daadwerkelijk voor het eerst komen. In deze race natuurlijk, maar ook in de kwalificatie is het uiteindelijk helemaal niet meer gekomen. Okay, even though we're seeing cars struggle in these conditions, if we pit for inters now, we're going to be too slow and we'll burn them out. Maar ja, mijn eerste pitstop in deze 2-stop-strategie stond gepland in de 7e ronde van de wedstrijd. Maar ja, straks pit ik nu naar een nieuw setje mediums en gaat het keihard regenen. Dan moet ik weer nog een keer naar binnen en dan gooi je deze race eigenlijk weg. En je ziet in deze rondes dat mensen dat wel aan het doen zijn. En dat kan misschien wel helemaal verkeerd gaan uitpakken. En daarom wilde ik die keuze voor de eerste pitstop nog even uitstellen. Inmiddels zitten we hier in ronde 8. Je ziet de condities verslechteren. En dit gaat echt nog maar net goed, mensen. Gasly en Stroll vliegen hier voorbij. Ik verlies 2 posities. Ik had ook gewoon een gap voordat ik deze bocht inging op hun. Dit is best wel heel erg zonde. En wanneer we de 9e ronde induiken, zie je dat meer mensen dat doen. Gewoon die reguliere pitstop maken. Maar ik had hier stress van. Ik wist niet welke keuze ik moest maken. Ik denk, ik ga zo lang mogelijk ga ik het uitstellen. Want ja, straks maak ik weer volledig die domme beslissing. Dat wil ik niet laten gebeuren. Maar je ziet hier een gele vlag aan het begin van de 9e ronde. En even later, wanneer ik die eerste chicane nader, zelfs een safety car. Er is hier dus wel ergens op de baan iets misgegaan. En dat ergens op de baan bleek uiteindelijk 2 meter achter mij te zijn. Wat is daar dan gebeurd? Nou, het was Tsunoda waar we hiermee meekijken. Die een soort van snap klein foutje heeft gemaakt. Veel te vroeg op het gas op die curbstone. En die rijdt de verkeerde kant op. Bam! Wordt door iedereen getorpedeerd. Wat gebeurt hier weer, mensen? De AI slaat weer toe. Wat zien we hier weer, mensen? Oh, oh, oh. Like, fuck, I can't do anything. We gaan het hier even bekijken vanaf de Alpine van Ocon. Je ziet hem gewoon snappen. Hij wordt helemaal niet aangeraakt. En die gaat er dan nog wel netjes rechts omheen. Maar daarachter, hier de Alfa van Giovinazzi. Die ziet er... ja, op zich, nu ik erover nadenk, hij ziet hem ook wel slecht. Hij blijft lang uit zijn zicht of zo op een of andere... Nee, dit is wel echt alsnog gewoon een echt compleet idiote actie. Wat doe je? Antonio Giovinazzi. Een van de nieuwste sterren binnen de sport. Zie je die gassen, jongen? Je staat vast, wat ben je aan het gassen? Ja, dan kan de 7-voudige wereldkampioenen, die staan ook wel eens te gassen, terwijl je denkt, je komt hier niet meer weg. Wat zie ik hier, jongen? Oh, de AI. Daarachter nog de Ferrari van Leclerc, die pakken we hier. Ja, Chaka, pakken we ook nog even mee. Kan jou het schelen, joh. Velgisch schrapen, dus een Milo-achtige actie. Hierachter nog een Williams. What the fuck? Dat kan ik echt niet vaak genoeg in herhaling zien, mensen. Maar goed, dan is er dus een safety car en gaat het hele veld weer in elkaar schuiven. Maar Jeff zegt op de radio dat... Rain is imminent. Dries seem like the best tire for now. Maar goed, ik moet nu een beslissing maken. Er is een safety car, dan moet je niet die kans laten liggen om een pitstop te maken, natuurlijk. Dus ik ga naar binnen.
binnen. En uiteindelijk kies ik ervoor om gewoon die reguliere pitstop te maken. We luisteren naar onze engineer. Dat moet je altijd doen, mensen. De mediums worden eronder gestoken in ronde 10 van deze wedstrijd. En we kunnen achter de safety car aansluiten op positie nummer 13. En dat valt echt in ons voordeel. Want bijvoorbeeld een Alonso, waar we al een beetje tegen geraced hebben deze race, heeft onder normale omstandigheden net hiervoor een pitstop gemaakt. Ja, en wij dus niet. We think the slicks may still be quicker, but it's very close. Ja, ik weet het is very close. Ik krijg hier nog meer stress. We houden je bek. En dan is daar de herstart van de race. En die eerste ronde is niet al te best. Schumacher haalt mij hierin. Fucking Gunther is the fucking man, motherfucker. Het is ook zo'n ramp om je band op temperatuur te houden, jongen, in deze omstandigheden. P14. Maar dan komt de hairpin. En je weet, in die hairpin kun je heel veel tijd winnen. Vooral als de computer in het treintje achter elkaar aanrijdt. Hier heb ik er al één te pakken. Schumacher propt hem gewoon tussen. Die zit zo sloom achter Zoe. Shout out naar Zoe. Je houdt hem goed op. En je ziet in de exit erop zitten van Zoe. Is ook een stuk beter. Ik rijd natuurlijk wel op nieuwere banden. Dus we pakken hier dus nog twee posities weer terug. En we staan op P12 aan het einde van deze lange straight. Oké, net naar de safety car naar binnen gaan. Dit is geen goede reclame voor de AI weer hier, dames en heren. Wat een onnozelheid. Alhoewel, zou dit dan het moment zijn dat de slicks echt niet meer kunnen? En gaan ze nu met z'n allen naar Inters om mij helemaal een god te rijden hier op mijn nieuwe medium? Dat is de vraag. Het antwoord daarop is nee. Iedereen gaat gewoon netjes naar binnen voor zijn slicks. Dus deze race valt op deze manier echt in mijn voeten. Is dat Nederlands? Ik weet het niet. Want we staan in ronde 15 gewoon op P4. We moeten natuurlijk nog wel een stop maken. En de omstandigheden, ze worden steeds lastiger. Maar hier vandaag kunnen we nog wel eens hele dikke punten gaan scoren. De kop rijdt wel echt heel snel bij me weg. Die hebben veel meer pace dan ik. En Leclerc achter me, die beukt op de deur, want die wil er heel graag langs. Maar dat gaat voorlopig nog niet gebeuren, want er is weer een safety car. We rijden nog maar net weer, hè. Er is weer een safety car en weer heb ik er niks mee te maken. Maar ook deze keer zat het er ook weer niet heel ver vanaf, want we gaan meekijken met Alonso die hier de hairpin houdt. Daar is er weer een Alonso. En je ziet mij daar gewoon rijden, vlak achter me. Snap, ook deze gozer gaat veel te vroeg op zijn gas en doet een 180 graden. Lewis Hamilton rijdt er nog even tegenaan. En Perez zit vervolgens getrapped in de hoek, kan nergens heen. Moet gaan steken. Het is weer kermis hoor, dames en heren, bij F1 2021. Hier vanaf de auto van Lewis nog even, die je zou zeggen dat hij er wel omheen had gekund, maar ja. I can stop time, but nothing stops me. Ja, je zou zeggen, deze Williams hier, die had er op zich best wel omheen kunnen rijden, maar goed. Ja, je moet zelf weten hoor. And again, flat runs here. Is he a fucking prick or what? En ondertussen staat hij al een tijdje de verkeerde kant op te kijken, Alonso. En dat levert hem uiteindelijk ook een disqualificatie op van deze race. Hij mag niet meer meedoen. Hij mag niet meer meedoen. Het veld schuift weer in elkaar, de race is safety car. En herstart nummer 2 is ook weer een pareltje. Ik zie diegene voor me niet eens meer. Die banden warm houden. Het is ongelooflijk moeilijk. En de AI is daar veel beter in. Dat doen ze dan wel weer goed. En met dingen waar ze natuurlijk weer minder in zijn. Antonio Giovinazzi. Gelukkig word ik deze keer niet ingehaald in de eerste de beste ronde na de herstart. En ben ik mijn positie gewoon netjes vast te houden. Totdat. Oké, de stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. En toen dacht ik, potverdorie, nu is het klaar, jongen. Dit is het moment om naar die Inters te gaan. Het blijft sowieso keihard regenen. Dit is mijn moment. Als ik nu de juiste strategische keuze maak, kan ik misschien deze wedstrijd wel winnen als de AI niet scherp is. En dus vliegen we naar binnen. We moeten sowieso nog één pitstop maken. Dus dan gaan we maar gewoon voor deze. Eenmaal aangekomen bij de garage zie ik dat er blijkbaar wel een nieuwe vleugel op moet. Hij stond op automatisch en ik heb toch ergens schade opgelopen. Dat zou met Schumacher gebeurd kunnen zijn natuurlijk. 8,3 seconden, redelijk snelle stop en we rijden de pitstraat uit. En DRS is weer ingeschakeld. We think the slick might now be the quicker tire. Circle. Het was letterlijk één ronde dat die Inters beter waren. En ik dacht, ik ga meteen naar binnen. Ik had veel beter even het weerbericht kunnen vragen aan Chevy, de engineer. En ik heb het helemaal verkloot. Deze banden rijden van geen ene ruk. Het is drie keer niks. En ik weet gewoon meteen, die ronde daar, ik moet weer naar binnen. Ik moet naar mediums. En dus maak ik mijn laatste pitstop. Volledig onnodig was dit. Ik was gewoon te hebberig. Ik was te... Ik kan dit spel van geen meter, mensen. Maar ja, dan vraag je ook op de radio van, wat voor weer wordt het nou? Help me. En dan krijg je ook van die gesprekken als dit. Hoe lang gaat dat nog duren met die regen? Ja, nou ja, totdat het weer droog wordt, hè. Oké. Dankjewel, voor nu. Jo.
En dus kom ik in ronde 25 de baan weer op met nieuwe mediums inderdaad op P20. De laatste rijdende auto ben ik dan op dat moment. En op zich ben ik wel snel hoor op de nieuwe set mediums. Ik zet in ronde 26, bam, meteen de snelste ronde van de race neer. Die Bottas dan vervolgens wel weer afpakt, maar dat had hij beter niet kunnen doen. Bisschum mij die snelste ronde gewoon, want daar is Bottas uit de sessie. Nee jongen, hij heeft te veel gegeven. Zijn motortje begeeft het gewoon en de championship leader Valtteri Bottas ligt uit deze race, scoort 0. Punten. En zo schuiven wij op naar P18. Helemaal niet verkeerd. En daar maken we dan in de laatste paar ronden nog P17 en zelfs P16 van. Maar that's it. Deze race heb ik echt verkloot. Er zat hier veel meer in. Okay, pick up rubber and bring it home. Maar goed mensen, ja, ik... Jammer. Verstappen wint dan die race inderdaad. En verder staan er nog twee Ferraris op het podium. Je ziet dat Hamilton iets wat terug is gezakt door de malaise van deze race. Ook Bottas is natuurlijk weggezakt. En beide Alfa's pakken verder gewoon punten. En dat is een slechtere auto die van ons. Dus dit is een gemiste kans. Maar goed, als je dit doet in de race en vervolgens alsnog punten weet te scoren, dan noemen ze je niet voor niets. Een van de nieuwste sterren binnen de sport. Bottas staat nog steeds aan kop in het kampioenschap. Verstappen loopt goed in en ik blijf steken op 6 punten op die 13e positie. Maar het blijft uitkijken voor die Alfa's zoals je ziet. Die moeten we zeker kunnen verslaan dit seizoen. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie bij een nieuwe video.